Hallo iedereen, mijn naam is Sofie en vandaag ga ik tonen hoe ik mijn thumbnails maak en hoe jullie ze misschien ook kunnen maken voor uh, als je nieuw bent op YouTube of gewoon totaal niet weet hoe je die dingen maakt en dan gewoon wilt weten ofzo, I don't know maar ik ga het jullie vandaag uitleggen en ik ga het maken hoe ik het doe dus uh, jullie moeten mij niet nadoen, maar kijk zo doe ik het en zo werkt het voor mij het eerste wat ik doe is uh, dus terwijl ik edit heb ik al zo een paar ideetjes in mijn hoofd uh, en dan zoek ik naar een moment, dus een, 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 een frame Waaruit de game uh, het interessantst is. Of een van de interessante dingen, of waar ik mijn titel op ga baseren of zo van mijn video. En hier uh, heb ik dat. Dat is mijn uh, nieuwe South Park video. En mijn titel gaat waarschijnlijk zijn: uh, Wat een vieze priesters of zoiets. En dan ga ik uh, deze frame gebruiken. Waar ik dus eerst doe, is mijn webcam uitzetten. Zodat die uh, niet in, in de screen staat die ik ga nemen. Dan klik ik op dit icoontje. Ik edit trouwens met uh, Adobe Premiere Pro. Ehm... Um, dan noem ik dit tumscreen bijvoorbeeld. I don't know. Uh, hier zie je al meteen dat dat in het juiste mapje gaat terechtkomen. Want uh, ik organiseer mijn mappen en daar ben ik heel trots op. Dan klik ik op oké. Okay. Toppie. Dan ga ik Photoshop openen. En nu, wat ik ga doen, is een foto nemen met mijn camera. Die hier. Die staat daar. Die staat op een statiefje. Dus daar ga ik nu een selfie mee nemen. Enfin, ja, selfie. En dan ga ik die in mijn project uh, zetten. Maar wat, hoe kunnen jullie dat ook doen? Jullie kunnen dat gewoon met jullie gsm doen. Gewoon ergens neerzetten en dan gewoon. Waarom doe ik dit? Omdat mijn uh, thumbnails dan veel persoonlijker gaan zijn. En dan zien jullie al direct mijn reactie ofzo. En dat, dat trekt gewoon aandacht van de mensen. Dat is gewoon echt het slimste als je gewoon je, je hoofd ergens op zet. Oké, okay, ik heb mijn foto genomen. Uh, dus nu ga ik een nieuw project maken op Photoshop. Ik werk met Photoshop. Ik werk gewoon ik werk met alles van uh, Add-Up. Uh, want dat werkt gewoon het beste, uh, naar mijn gevoel. En je kan ook natuurlijk gewoon met Canva doen of met paint.net of zo. I don't know, maar zo werk ik en dat is mijn, dat is mijn dingetje. Um, ik pak altijd 1280x720, want meer moet dat überhaupt gewoon niet zijn. Want dat is... een thumbnail is zo klein op je scherm dat je gewoon het verschil niet gaat zien. Dus ik doe gewoon dat. Oké, okay, nu hebben wij een nieuw project aangemaakt. Wat ik nu ga doen, is de foto die ik heb gemaakt uh, in mijn project zetten. Okay, okay. Dus ik heb nu mijn foto erin gesleept en dan klik ik op Select en dan Subject en dan gaat hij um, wat hij denkt dat het onderwerp is van een foto selecteren. En dat doe ik altijd, dat is super handig, het werkt ook meestal echt gewoon heel goed. En dan als je um, boep, boep, deze hier, Quick Selection Tool, aantikt en dan uh, hierover gaat, dan kan je dingen bijselecteren. En als je op Alt klikt en erover gaat, dan kan je dingen deselecteren. Uh, command Z is een stapje teruggaan. Dat is uh, overal zo het geval. In elk programmaatje. Oké, okay, maar daar ziet alles er goed uit. Dan doe ik Command C, Command V. Dus ik kopieer het en ik plak het. Dus uh, hetgene dat ik geselecteerd heb, plak ik even in een andere laag. Dus dan heb ik gewoon mezelf. Superleuk. Dan ga ik deze even aan de kant gooien. Ook even mijn project opslaan. Superbelangrijk. Omdat South Park een serie is, uh, heb ik een schabloon gemaakt. Een template, zeg maar uh, voor mijn thumbnails, zodat ik, uh, zodat het allemaal een beetje hetzelfde gaat uitzien. zeg maar. Dus deze, deze ga ik even in mijn project slepen. Toppie. Dan ga ik deze mooi doen. Ik ben wel echt een idioot. Dan ga ik even. You stupid as fuck. Dat hier fixen. Daar komt zo'n een tweetje. Dus daar staat nu al hoe. Daar moeten we niks meer aan doen. Dan ga ik dus de foto halen, de screen halen die ik daar straks heb gemaakt. Hoppa. Zo, zit ik helemaal van onder. Ga ik die nog een beetje verplaatsen. Goed zetten. Waar mij moeilijk is. Oké, okay, ik heb even de twee mensen hier. Dus ikzelf en de priester uitgeknipt. Want dat lijkt even een beter idee. Want ja, het, het klopt niet allemaal. Want mijn, uh, mijn titel is een beetje groot. Dus je gaat ze niet kunnen zien. Dus ik doe even gewoon een shortcut. En we hebben mezelf en de priester uitgeknipt. Stoppie. Hoe gaan we dit doen? Dan moet ik even bekijken. Oké, okay, ik heb nu gefixt dat uh, deze man achter mijn schouder komt. Maar een beetje boven de tekst. Maar dat is oké. Okay. Dan gaan we gewoon even relativeren. Dan kan ik mezelf hier zetten. Toppie Whoppie. Dan moet ik dus nog de 2 in mijn thumbnail zetten. Want het is aflevering 2. Dus ik gebruik in dit geval Burbank. Dat is een beetje ja, fortnite fond <laughs> uh, Maar ik vind die wel leuk met deze serie passen. Dus dan uh, gebruik ik die lekker. Zo. Zet ik die mooi daar. Toppie Whoppie. Dan wat ik altijd doe, is mezelf een beetje een glow geven. Een outer glow noemt dat. Uh, als je dubbel klikt op een layer, dan krijg je dit venstertje. En dan klik ik op outer glow. Kies ik een lekker kleurtje. Ja, blauw past eigenlijk al hierbij. Wat ik ook doe, is mijn uh, image, de foto die ik heb uh, gepakt, een heel klein beetje bewerken, gewoon zodat die wat duidelijker is. En ik moet dat ook zoiets doen met de schouder. En dat contrast gewoon wat hoger. Dus 40, 50. Doe hier lekker hetzelfde. En 50. Nu komen die lekker overeen. Zo. Uh, wat ik nu alleen nog moet doen. Is. Uh, <laughs> ik moet even nog een achtergrond fixen. Want die heb ik nu even niet meer. Dus uh, let's go back to our project in première. Oké, okay, ik ga gewoon voor deze kiezen, denk ik. Dus dan doe ik gewoon weer mijn webcam weg. Heb ik gewoon daarover, over. Hup. Even een naampje. Tim 2 screen. I don't fucking know. Zien dat het in de juiste map zit. Uh, deze kan je eigenlijk gewoon afvinken. Maar ja, ik ving die ook even af. Maar ik vergeet dat gewoon altijd. Maar dat betekent dus dat die screen die je neemt ook in jouw projectje komt te staan. Super handig. We dus zitten nu terug in ons project. Dus dan sleep ik even de screen van nu erin. Helemaal naar onder. Want het is de background. Oké, okay, dat ziet er al veel beter uit. Nee, we gaan dat niet doen. We gaan er, er een blur op zetten. Dan gaan we naar filter. Blur en dan kies we Gaussian Blur. Dat is gewoon een beetje de standaard blur die iedereen kiest. Ik heb geen idee waarom. En dan kan je gewoon helemaal zelf aanpassen hoe hard hij het gebeurt wilt. Uh, ik ga het gewoon een beetje zo doen, denk ik. Zo is alles scherp. Misschien dat ik deze ook wel nog een lichte glow ga geven. Of jouw. Het is gewoon altijd een beetje puzzelen. Een beetje spelen met van alles. en uh, Ja, een beetje puzzelen. Nee, ja. We uh, kunnen wel de shadow aanzetten. Shadow zorgt ervoor dat er een schaduw achter komt zeg maar. Dus dan als ik deze helemaal heb, dan zie je dat er hier schaduw vormt. Zo, en dan ga ik jou misschien nog... Lichte glow, gewoon wit. En een heel klein beetje... Zo, dan wordt dit denk ik gewoon mijn thumbnail. Ik zorg gewoon dat het interessant is en dat mensen mijn hoofd zien en gewoon dat ze kunnen zien waarover het gaat en dat aandacht trekt. Dat is het enige waar ik op let. Dus we klikken op Ctrl Save. Dan gaan we naar File, Export. Quick Export is PNG. Zo, dan klik ik even op het juiste mapje, aflevering 2. Gewoon dump. Meer moet dat niet zijn voor mij. En safe. That's it. Zo maak ik dus mijn thumbnails. Zo gemakkelijk is het. Hopelijk vonden jullie deze video interessant. En ik wens jullie nog een fijne dag verder. En tot de volgende video. Tadaa!